Hey, goedemiddag, we zijn in het Plaatgat. Dat is het oude ingang van het zeegat vlak boven Schiermonnikoog. Over de westkant van Schiermonnikoog. En sinds enige jaren zijn hier de boeien verwijderd. Omdat het ontzettend aan het verzanden was. En voornamelijk ook omdat het heel erg onduidelijk was. De ene dag was het hier diep en de volgende dag, nou, er was er helemaal geen water. Nou, we volgen Captain Chris en dat is altijd een veilig gevoel. Want Captain Chris weet wat goed voor ons is. Want de entree is nogal interessant. Omdat er geen boeien zijn en het is een soort ondiepte. Die dus, ja, je moet een beetje kijken waar lopen de golfjes, waar is dit, waar zie je andere boten varen. En daar vooral niet op afgaan. En dan goed de ogen open houden. Nou, dan is het een belevenis om nooit te vergeten. Je ziet daar in de verte de brekers van het van de plaatgronden. Ik weet niet of dat zo heet, maar zo heet ze in ieder geval. Daar is dus de ondiepte. We hebben Andromeda nog eventjes, die af en toe enorm eroverheen surft. Prachtig bootje van oude koers. Met die kleine twee venstertjes. Nou, achter ons zien we het veld. Het is verspreid. Dan wordt Brave natuurlijk als eerste. Ja, dat is toch anders op een longboot dan op een coaster in dit soort situaties. Maar de mannen zijn er zijn aan elkaar gewaagd. Nou, en we hebben natuurlijk de prachtige kust van Schiermonnikoog. Zullen we vlak onder de kust langs varen? Nou, dat doen we eigenlijk al. En dan naar binnen. Maar we moeten dus ook zorgen dat we niet langzamerhand in de branding vandaag, want dat zou minder geslaagd zijn. Oké, we sturen het een beetje op. Dit was Coaster World Down. Stop.